De wetgeving voor e-bikes moet gauw aangenomen worden in de Nationale Assemblée. Dit zegt justitieminister Kenneth Amoksi. Hij sprak verslaggevers eerder deze week voor aanvang van de vergadering van ministerraad. De bewindsman stelt dat na de aanname van de wet er beleid erop losgelaten kan worden, zodat mensen op e-bikes zich beter kunnen beschermen in het verkeer. Inderdaad, ik zal het ook weer kenbaar maken aan de leiding van de Nationale Assemblée om dit zo snel mogelijk te laten behandelen. Voor wat betreft de voorbereiding vanuit de regering, vanuit het ministerie van Justitie en Politie, is dat rond. We hebben dat, eigenlijk moet het alleen maar behandeld worden. Ik wil dan ook gelijk gebruik maken van deze gelegenheid, dit moment, om aan ieder, weet je, bromfietsers vooral op te roepen, mensen die op de e-bikes gaan, op te roepen om ook aan hun eigen veiligheid te denken. Als zou het niet in de wet staan dat je een valhelm, een deugdelijke valhelm moet gebruiken, dat je eigenlijk om jezelf, de veiligheid van jezelf in acht te nemen, dat je ook zelf ervoor zorgt dat je een deugdelijke valhelm op hebt. De minister geeft aan dat e-bike bestuurders zich voor hun eigen bestwil moeten beschermen met een helm. Hij stelt dat zaken wettelijk vastgelegd moeten worden, zodat er beter door de politie kan worden ingespeeld als iemand buiten de regels omhandelt.